Al flink bezig, hij is in de moed om iemand een kopje kleiner te maken. De rechter zullen oordelen. Zij zullen oordelen over deze knoodaar. Breng hem! Dat de rechter zullen oordelen! Zijnde de voorzitter, meester Jan Paltz, burgemeester. Te de ene kant, bijgestaan door assessaren Benjamin Nagel, burgemeester te Oldenzaal en meester Jan-Willem Kramer, rechter te Delden. Et moi, de griffier, al daar aan tafel. Thans wordt een schevenexamen afgerond van dienst nodig Klaas Annick. Ook wel kousenkoopman Willem Stint. Dat moet aanstonds nog blijken, maar zulks lijkt mij slechts nog een formaliteit. De beul gaat straks zijn daad verrichten. Ik wil eigenlijk zeggen, doe... Wel heeft gezegd dat u hem de kop heeft ingeslagen. Dat wil ik wel niks van. Dat is van wie dat lief. Ik heb toch niet nodig. Ik heb wel een zee, maar ik heb niet nodig. En toen u hem de kop insloeg, toen zat hij op de stoel. Heb ik niet nodig. Is dit uw bijl of is dit de bijl van uw zoon? Nou, die bijl heb ik nog nooit gezien. Die bijl komt uit uw huis. Dat kan weer, maar dat is niet van mij. Gelukkig heeft u ook nog een advocaat. Ja. En die advocaat moet dan maar iets in uw voordeel pleiten, want alles pleit eigenlijk tegen u. Er is een bijl bij u. Uw vrouw heeft gezegd dat ja, u maar ik samen met uw zoon. Ik niet door heb. Maar zeggen dat je het niet gedaan hebt, wil niet zeggen dat je het niet gedaan hebt. Hutte Klaas, alles wijst jouw kant op. Ja. Hutte Klaas, zwijg. U heeft het gedaan, de waarheid is boven water. Ik heb niet dan. Ik heb naar de raadsman luisteren. Hutte Klaas, we hebben nagedacht. En wij constateren zonneklaar en op overtuigende wijze dat u Willem Stint op gruwelijke wijze hebt vermoord. Samen met uw vrouw en uw zoon Jannes. Dat klopt niks aan. U heeft hem de kop ingeslagen en u heeft hem begraven. Nee. En daar moet een straf voor volgen. Welke straf moet daar volgen, Drost? Wat mij betreft volgt op dit soort misdadige gruwelijkheden slechts de eens erge straf die je me kunt bedenken. Ik ben van mening dat Willem Stint geradbraakt zal worden en dat hij zijn benen gebroken worden, dat zijn armen gebroken gaan worden voordat we hem nog verder uit zijn lijden zullen laten. Hij moet, wat mij betreft, eerst lijden. Van onder af worden zijn benen gebroken, zijn armen worden gebroken en daarna zal met de bijl waarmee hij deze gruwelijke misdaad gedaan heeft, zal van voren en van achteren ook nog eens zijn hersens ingeslagen worden. Beul! Beul, wat mij betreft, mag u zometeen starten, maar vergeet u vooral niet het laatste deel. Met de bijl van het misdaad zult u ook zijn hersens nog in moeten slaan aan het eind. Dank u. Hij zegt hij is al echt dood. Als je gruweldaden pleegt, word je gruwelijk vermoord, zoals het hier afgevoerd.